Toen ik 6 jaar werd, moest ik naar school. Dat werd school D op de Marktstraat te Wormerveer. Dat was de school voor de Patters en de Krommelierweg tot Krommenie aan toe. We hoefden geen einde te lopen en na een keer gebracht en gehaald te worden, moesten we het alleen maar redden. Het was oorlog. Dat was iets wat we zeker wisten, maar waar mijn moeder en vader de meeste last van hadden. Er was iets met bonnenknippen en soldaten die uit Duitsland kwamen en die droegen geweren. Want ik was 6 dat ik naar school moest. Pa en moe mochten 's avonds niet meer naar buiten en de radio hadden we ook niet meer. Pa werkte nog in de inleggerij, maar er was geen aanvoer meer van vis en wel van augurken en uitjes. Ik hoorde en voelde hun onrust. Maar die tijd, geloof ik wel, was ik gehoorzamer. Maar mijn oren stonden op scherp en als kind kun je veel horen en niet begrijpen. Maar dat hindert niet hoor, je kunt altijd vragen, zei moe. Maar of ik antwoord kreeg, dat weet ik niet meer, want ze wist ook niet alles. Maar de dag dat ik niet naar school hoefde, zei ze dat in mijn school soldaten zaten. Ze waren er zomaar ingetrokken, zei moe, dus ik hoefde niet naar school. Rare tijd. Ik miste de school, want ik wilde leren lezen. Was al na de eerste dag van school, ben ik naar huis gerend en een boek gepakt. En ik dacht gewoon, omdat ik op school zat, dat ik kon lezen. Nou, heel simpel. Maar het was een gevoel van teleurstelling die ik niet zal vergeten. Iffin, 1 luchtgevecht gezien, gewoon boven ons hoofd. In de blauwe lucht, stiekem met mijn hoofd om de deur gekeken. En de onze zaten in de kelder bij tante Trin, onze buurvrouw. Een gevecht van man tegen man, gezien van de brug, was een verrader, akelig. Maar dat sla je op en ik maak geen indruk. Ik denk dat je het net als plaatjes herinnert. Het met menens. De druk werd groter en groter. Dat zag ik aan de bonnen die geknipt werden en het rare brood. En de kachel was ook een zorg. We moesten weer naar school. En niet naar de Marktstraat, maar naar de fabriek bij Erve de Jong. Aan het noordeinde, vlakbij en om de hoek. Maar vreemd was, heel vreemd. In de zijpoort kwam je in het gedeelte waar het schaftlokaal was geweest. En in een andere ruimte stonden bedden waar schoolbanken en een schoolbord. Dat is het weinige wat er was. We kregen een juffrouw, ik weet alleen dat ze grote tanden had. Er waren potloden en gummetjes en inkt. En in de inktpotjes zat geen inkt. We liepen een beetje verdwaald door die ruimte en een beetje giechelend en twijfelend drongen we elkaar de banken in. En de juf riep gewoon, nu is het genoeg, luisteren. Ze had een schelle stem, maar dat was goed daar, anders was het niet te verstaan. We moeten er het beste van zien te maken, zei ze. Jullie moeten je sommen maken en goed Nederlands leren schrijven. Want het is belangrijk voor later. Het geheugen van mij heeft geen jaartallen, maar voor mijn gevoel was het 43, 44 toen er iets gebeurde wat grote indrukken heeft gemaakt. Kijk, alles went, ook school en fabriek en de vreemde juf en de oude schriften en de antieke leesboekjes. Het begon met vliegtuigengebrom. Nu, dat was niet zo vreemd, maar het klonk lager en lager en er werd geschoten. Later hoorden we dat het afweergeschut op het Wessanenfabriek had geschoten. En er werd een hels lawaai. Schieten en het vliegtuig dat steeds dichterbij. Onder de banken, zei juf, en maak je zo klein mogelijk. Ze bleef eigenlijk heel kalm. Toen zei ze, en nu zingen heel hard op de grote stille heide. En dat deden we uit volle borst, om onze angst onder de knie te houden. Het was een gouden tip. Het vliegtuig stortte neer in het Noorderveld en die weg heet naar de piloot, net Benedictweg, om nooit te vergeten. Het niet naar school mogen en daarna in een noodgebouw, in een heel vreemde omgeving en een heel vreemde juf te gaan, het heeft mij geen kwaad gedaan, alleen heb ik nooit goed breuken geleerd. Of het daarvan komt, dat weet ik natuurlijk niet.
Maar die onderwijzeres, juf genoemd, van die tijd, krijgt van mij een medaille. Want ze heeft gezorgd dat wij niet in paniek raakten en onze angst konden beheersen. We hebben veel gezongen in die tijd. Ter herinnering, o Nederland, let op uw zaak. Hela, gij bloempje, slaapt gij nu nog? En in het scheepje dat in de haven landt, joho, joho, joho. Er was een oorlogsschip en nog vele andere. De honger ben ik niet helemaal vergeten. En de oude of stukkende en versleten kleding ben ik niet vergeten. Maar de onderlinge saamhorigheid die in de zaan hoorde, was groot. Gezien door de ogen van de coronacrisis en de schooltijd, we maakten er wat van. En u zult zien en beleven dat uw kinderen de mooiste en de meest spannende verhalen uit deze tijd kunnen vertellen. Dank je wel.